Ja. Er zijn nog wat andere twee, die hebben hele koude handen. Ja. En dan voelen die ballen ook koud. De route die, die ik uitgezet heb, ja, is een rondgang door de Kathagebeemte heen. En daar lopen geen paden. Dat wil zeggen dat het hier en daar lastig is. Een slootje over, een stukje draad over dat ergens nog gespannen is, een natte plek door. En ook een zeer daar onder een boom door of er overheen. Als je denkt dat kan niet. Ja, maar als we rechtsomkeerd tot op de dijk van de Geleenbeek en dan kunnen we ook rondlopen. Het kan allebei. Ja. Ja, maar dan heb je al goed geproefd van ja, wat is het om hier doorheen te lopen. Dat laatste stukje dat vind ik mooi, omdat er altijd in Nederland gezegd wordt, er is hier geen natuur meer. Nou, die is er wel. Kom maar, gaan we eens kijken. Je kunt dat doen, hè? De dove neef dan. Er zijn plaatsen waar dingen aanwezig zijn waarvan je zegt, ben daar uiterst voorzichtig mee. En plaatsen waar het niet zoveel kwaad kan als je erheen loopt. Daarom vraag ik om achter elkaar te blijven lopen en daar waar ik iets vertel, dan wacht ik even tot iedereen bij elkaar komt. Dat is in de loop der tijden hier altijd gebieden aanwezig zijn geweest waar de oorspronkelijke plantengroei zich kon handhaven. En 50 jaar later was dat weer een andere plek en nog eens 50 jaar later weer een andere plek. En daarom zijn de planten die overal verdwenen zijn, de kleinere dieren die je nauwelijks kunt zien. Zijn wij niet dat is het best wel een hoop. Ja, lekker als het hier. Dit hier een beetje dingen hier. Vinkselbloem. Hier heb je een stuk vinkselbloem. Oh, die vinkselbloem. Ja, dat is echt dat. Het is allemaal weer te vlug, hè. Wat vinkselstroom vooruit. En Lissie, spannend hè? Dames en heren, hier kan ik zonder gemop op stilstaan. Je kunt niks verkeerd doen. Leuk is dat, hè? Yeah. Maar het mooie is, je loopt een hele scherpe grens. En daar zie je hoe het gebied er eigenlijk uit moet zien. Dit is het type broekbos dat ook onder die habitatrichtlijn valt. Waarom dit gebied een deel van het Natura 2000 gebied is. En hier hebben we niet al te veel meer van in Nederland. En die hele scherpe grens die wordt veroorzaakt doordat dit terrein opgehoogd is. We zijn naar beneden gekomen. U zag de sporen waar een machine gelopen heeft over een pad dat tamelijk vast was. Het is een sintelpad. Het zwembad waar we het vaker over gehad hebben, dat ligt daar. En dat was de toegangsweg naar het zwembad. Daar lag een soort van pierenbadje. Er is iets van water nog door de bomen heen te zien. En zo meteen komen we bij de eerste palen.
waar de schutting gestaan heeft. Toen het zwembad gesloten werd, verkocht werd, zijn de materialen die zijn afgevoerd. Dat was toen allemaal nog zeer waardevol. En betonplaten waar die schutting van gemaakt was, ja, die liep hier. Echt niet meer die keek, ging dat. Ja, maar dit is een geluk dat ze het eruit hebben gehaald. Ja. Van alles wat de natuur helemaal niet. Ja, dat is waar. Huh? Maar dat is de reden waarom het hier dus zo droog is. En er hier en daar nog een laatste oude welk in staat. De laatste jaren zijn ze allemaal op een leeftijd gekomen waarbij ze om beginnen te vallen, omkieper. Het gebeurt niet alleen met mensen, maar ook. Veel goed, ze lijken ook veel eten. Veel jongen. En dat is goed toe. Dit is voormalige zwembad Bosdal. Dat stinkt ook, dat staat stil. Aan die kant kwam de water binnen en hier was de overloop ging het weg. Ik heb de bouwer hiervan nog gesproken, dat was meneer Schutten in 1984, toen was hij al 82 jaar oud. Ik ben hem uit het oog verloren, maar hij zal nu niets meer te vertellen hebben. Ik denk dat hij overleden is. Die heeft mij verteld dat hij in de jaren 1935 hier 5 hectare grond kocht voor even kijken, 1,5 cent per vierkante meter. Voor 4 hectare betaalde hij 500 gulden in die tijd. En dat vond hij zelf schitterend. Want het overgrote deel van dit gebied was eigenlijk nog een anders. Een landman uit Heerlen. En die had een hele gulden per vierkante meter aan de stad. 36 was zwembad klaar. In 38 heeft hij verkocht aan Reinders en Schutten. Rijnders, het was een nieuwe. Hoe dat water? Stap gewoon in het water, natte voeten. Stap maar gewoon in het water, Ivan. Hou je aan die stok vast, goed zo. Ja, de klokjes. Prima. Ga ik aan even kijken. Ik ga voor mijn voeten kijken. Deze? Ja, ja. De witte bloemen die hier staan. Ja, en dingen ook. Er wordt gevraagd. De bosviooltjes staan hier weer. Ja, dat zijn deze. Als je hier naar de onderkant kijkt, zit daar een wit aanhangsel aan. Een spoor waarin zich honing bevindt. Vandaar dat dit het bleeksporig bosviooltje is. Het is ook een donkersporig. Hier staan we zo'n beetje bovenop een van de beschermde planten, de slanke sleutelbloem. Ach, ja, we zijn nog alles gedwongen. Kijk, wat is het hoog. Daar ga ik uit. Het Hollands boog verschaven. Wat is dat? Het Hollands gewoon een flinke stap hiervan op. Ja, maar ik ben daar aan het kijken. Ja. Volwassen plant, dan doet hij je tuin net zo goed. Oh, dus blijkbaar zijn het de voorwaarden die nodig zijn om de jonge planten te laten ontkiemen die bepalen van hij moet deze plek hebben. Maar als hij er eenmaal is, dan kan hij ook doen op wat grotere plek. Nou, hoe kieskeurig die is, bijna ieder uit en dan hebben ze er nog Ik zie mensen die boodschappen doen met de kinderwagen en er zitten nog honden in. Ja, jongens. Ja, wie? Mensen die vrouwen die met hem met de
goede wachten. Ja, ja. Ja, komt ze. Die heb ik nog nooit gelaten, joh. Wat heb je nog nooit gekregen? Je moet er de honden hoog staan. Ja. Ja, hier. Over de brug waar je is. Daar kan Floris net. Wat hoe blad? Ik zit net een kerkhof. Daar ligt zoveel hout en zoveel. Ja, die zijn eigenlijk mooi. Ja, we willen nog meer. Nee, die bestaan niet meer. Die ja, nee, die doen een beetje onderaan tegenover het kerkhof, zeg maar. Schoon. Ah. Ja. Ja, dat is heel geweldig. Dat is toch. Wanneer kunnen we die ook op de computer krijgen, die foto's, als ik het heb betaald of zo? Ja, ja. Niet waar we naartoe moeten, hè? Want we mogen niet buiten dat paardje waar hij loopt. Want dan zit je in de zon hier. Ah, het goed is, moet je daarin nog bukken. Bukken, bukken, bukken. Wat een oefening hier vanmorgen. Helemaal. Ah, dat is... Nee, jij niet, nee. Ochtendgymnastiek. We hebben ochtendgymnastiek met benen en rug en armen en alles tegelijk. Ja, ja. Bukken, ja, ja. Nee, dit is toch een stof voor mij. Ja, ja. Oh, ja. Zo, ja, we kunnen de heren een stuk... De fysieke kracht tonen. Ja, dat is niks te tillen. Nee, dat is niks te tillen. Ja, roepen. Ja, ja, ja. De mond op te klappen. Mama, kom maar even optillen. Ik heb ze nog nooit gezien. Ik zou me kunnen voorstellen als je dat loslaat hier. Dan zit er een rest dat overwinterd. Ja, dat is al waar. Toen ik hier in mijn jeugd kwam, was er een groot weiland. En we lagen om 10 meter, 8 à 10 meter achter een sloot en zo rechts naar die kant toe. En die was ongeveer een meter diep, daar ging ik stekeltjes. Wat je nu ziet, kijk je aan. Ja, dat is van dit daar. Heel apart. Ja, heel apart. Helemaal overboeken. Echt mooi. Hier groeide het dan, dat vragen, maar dat was een uur geworden en dan waren we van die mijnen geweest. En dan konden de karretjes en de sporen en alles. En je ziet hoe de natuur dat allemaal terugpakt op een gegeven moment. Dat is zo mooi. Oh, dat is allemaal niet aan de boven. Oh! Dat proberen we dan. Je doet het wel, maar Dit vind ik wel, ja, vind ik heel apart dat ding daar laten staan, zo van, ja. Wat het Heb je foto's toestellen in de lakken? Oh, handen, voeten. Ja, ja, handen, voeten. Breek niks af, hè, Piet? Nee. Dat doe ik wel. Natuurlijk. Dat gaat natuurlijk daar. Dan kan je beter gewoon recht doen lopen. Je hebt het een beetje dicht, als ze even kieken voor. Ja, dat is We hebben gelukkig een goede gids.
gewoon super geld. Hé Jan, gewoon ernaast gaan staan, dat is de vraag niet weg. Gewoon, kan maar gewoon staan. Ja, doe maar. Diploma dadelijk op. Oh, goed zo. Nou, dan krijgen we dat ook. Dan gaan we met thuis komen. Dadelijk een oorkonde. Ja. Ja, nee, van het VMG-diploma. We gaan op het kruidje van de taphouder benen. Ja. Nou, het ijsje moet nog komen volgens mij. Sporen van reën staan. Ja. Ja, volgens mij wel. Oh, hier paddenstoel. Waar zijn we aan begonnen, Daan? Ja. En dat op een zondag ook nog. Ja. Op Palmpaasen nog wel. Ja. 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 Ja, Toen was ik er niet toen het hier dicht in de kerk. Van Liverpool, een knap liedje, never walk alone. Nee, we zijn met de groep.